barballetjes. Een hele goede middag. Ik kwam deze week een flyer tegen hier op onze Quindo-redactie. Alexander Balkes. Een flyer van de West-Vlaamse artiest Chillo, waarin het groot opstaat Stem Chillo omhoog in Vox. Dat is de hitlijst van Radio 1. En dat zette mij wel even aan het denken, want Chillo heeft nieuwe muziek uit en we hebben die single hier bij Quindo nog niet gedraaid. Daar moeten we snel verandering in brengen. Chillo, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Zometeen kunnen we wat dieper ingaan op dat heuse Radio 1-avontuur, maar laten we misschien beginnen bij het begin. Dat nieuwe nummer, Le Sac, zo heet het. Waar gaat dat precies over? Over wat dan een Le Sac betekent eigenlijk. Luizen, luierek. Zo'n dagen dat je eigenlijk echt in niets geen goesting hebt. Ja, ja. Dat je echt... chill totdat een print van de zetel aan je hat gedrukt wordt. Ja, een muzikale ode aan de luiheid las ik in het laatste nieuws. Muziekwebsite Enola omschreef het als een masterclass in de nobele kunst van het niet doen. Wow. Is dat iets wat uit je eigen leven gegrepen is? Of ben je zelf wel een bezige bij? Ik ben eigenlijk wel extreem bezig. Maar als ik zo'n dag heb dat ik er echt geen zin in heb, dan doe ik echt wel niets. Ja. Dat is eigenlijk geïnspireerd op dat, op zo'n dag. Dat gebeurt zo één keer op een jaar of twee keer. Maar dan doe ik echt niks. Dat lijkt dus helemaal eigenlijk. Ja, oké. Le Sac is uit sinds 28 juli. We zijn nu bijna twee maanden verder. Hoe zijn de reacties geweest van het publiek, van de fans? Ah, leuk. Ik had niet verwacht eigenlijk dat het iets ging... dat het zo'n impact ging aan ons. Mm-hmm. Het was leuk ook dat er veel mensen ook video's ingezonden voor de video eigenlijk zelf. Ik had dan uiteindelijk met al die clipjes dat ze opgestuurd hebben, een videoclip geshoot eigenlijk, of al gemonteerd. Mm-hmm. Momentje, we zijn hier aan het werken. Voilà. Dus met al die kleine clipjes heb ik dan uiteindelijk een video in elkaar gestoken. Ze moesten eigenlijk het toppunt van luiheid illustreren. Ja. ik ben nu wel heel benieuwd eigenlijk. Waar kunnen we die video terugvinden? Op YouTube. Als je Le Sac intikt, oftewel op mijn Instagram, kun je ze allemaal afzonderlijk checken. Op Chillo officieel op Instagram kun je ze er allemaal afzonderlijk bekijken. Oké, voilà. Allen daarheen. Zometeen na dit interview natuurlijk. Le Sac is het eerste nummer dat we gekregen hebben na de release van je debuutalbum Pauze. Hoe zit het met de toekomst? Is daar tijd om aan nieuwe muziek te werken? Ja, er ligt heel wat nieuwe muziek klaar. Het is gewoon een kwestie van goede timing wanneer dat ik het kan uitbrengen. Mm-hmm. Dus voorlopig is er nog niet echt een specifiek... moment gepland. Er is nog geen datum. Er is nog geen datum, maar ik ben er wel volop aan bezig. Mm-hmm. Dus het zit wel al in route. Ja. En wat mogen we daar precies van verwachten? Ligt het een beetje in de lijn van Le Sac? Het is sowieso anders dan mijn album of Pauze. Pauze was heel op basis van emotie geschreven en heel vrij mineur zo. Het nieuwe album heeft wat meer kleur en is wat voller ofzo. Nummertjes zoals Le Sac ga je er ook wel in terugvinden, maar niet te veel. Het is moeilijk voor er eigenlijk een stijl aan te plakken, maar een beetje acid jazzy misschien, neo-soulish, maar in het West-Vlaams. Ja. Ja. Ja, we gaan hem gewoon moeten ontdekken, ik hoor het al. Ja. Je wordt tegenwoordig ook vaker gedraaid op Radio 1. Ik hoorde je deze week bijvoorbeeld nog bij Aiko passeren. Wat doet dat met een artiest om te voelen dat de muziek niet enkel door de fans geapprecieerd wordt, maar ook door een zender als Radio 1? Ik voel toch wel een serieuze dankbaarheid of zo. Het is niet evident voor als artiest opgepikt te worden door de media en niet op een major, zit. Major betekent op een label of zo, like Sony of Universal. Vind ik het wel... tof dat ze dat meegepikt hebben uiteindelijk. Ja. Dus ik ben er wel heel dankbaar voor en ik vind dat vrij cool ook voor te voelen dat ze zelf ook fan zijn en dat ze geïnteresseerd zijn als er een mailing binnenkomt of zo, dat ze interesse tonen ook. Deze week sta je met Le Sac in Vox op plaats 22. Ja. Maar als we even mogen dromen, stel dat je ooit op nummer 1 terechtkomt. Zijn er al plannen
voor een klein feestje? Ja, misschien moet ik dat wel, nu dat je het zegt, misschien moet ik dat wel doen. Ja. Een feestje organiseren voor één. Maar ja, één is wel een beetje hoog gerepen. Er is vrij veel goede muziek. Ik ben eigenlijk al vrij dankbaar dat ik in de top 20 zit en dat mijn naam er ziet tussen staan. Mm-hmm. Vind ik echt al heel de max. En voor mij gaat het eigenlijk niet echt over nummer 1 zijn. Mm-hmm. Ik vind het gewoon tof dat aan het oor komt van de mensen. Dat vind ik vooral het belangrijkste. Oké, binnenkort is er misschien een andere reden voor een feestje, want op 9 december is er een 70-80-5 in Kuurne. Daar hoort ook een awardshow bij en jij bent genomineerd in de categorie Beste Zanger. En je zus, Oisin de Riu, bekend binnen de wereld van het boksen en ook ver daarbuiten, is ook genomineerd in de categorie Grootste Sportpersoon. Misschien is het even wel een klein momentje om wat reclame te maken daarvoor. Vertel eens, waarom verdienen jullie het om met een prijs naar huis te gaan? Ik weet niet waarom dat ik dat verdien, maar ik kreeg opeens een mailtje van de burgemeester van hey, je bent genomineerd. En ik zo, yes, oké, voilà. En dan uiteindelijk een keer onderzocht wat het juist was. En het was voor 70-80-5 in Kuurne. Dus dat is ook wel fijn om die erkenning te krijgen of zo. En ook te zien dat mijn zus, ja, ze doet supergoed. Dat doet ook echt superveel deugd dat ze haar droom zo nastreeft en dat haar resultaten boekt en zo. Mm-hmm. Dus sowieso positief, hè? Ja, stemmen voor die awardshow kan via de website 70-85.be. En als je Lussak een beetje hoger wil stemmen in Vox, ga je daarvoor naar radio1.be of in de app van Radio 1. Chilo, dankjewel voor dit gesprek en geniet nog van je zaterdag. Veel plezier. Merci, dankjewel. Ik ga hem nu natuurlijk ook draaien, hè, die Lussak van Chilo. Laat gerust even weten in een berichtje via de socials van Quindo wat je ervan vindt. Ik ben heel erg benieuwd om dat te lezen. Het is bijna 5:10. Fijn dat je er nog steeds bij bent.